NEC heeft vandaag de eerste training gehad na de kerstvakantie. De selectie vertrekt dinsdag vanaf vliegveld Rotterdam naar Marbella voor een trainingskamp. Quincy Owusu heeft de selectie verlaten, nadat een aantal verzoeningsgesprekken tussen hem en de trainer tot niets leidden. De twee aangetrokken nieuwelingen gaan wel mee op kamp. Jordan Larsson, die overkwam van Helsingborgs IF uit Zweden, tekende tot 2020 een contract. En de 26-jarige Ali Messaoud komt op huurbasis over van FC Vaduz uit Liechtenstein. NEC is nog niet uitgeshopt deze transferperiode, want ook achterin is de club op zoek naar versterking. De eerste wedstrijd van de Nijmegenaren voor de competitie is 15 januari uit tegen Willem II.